Fijn. Hier ook hoor, ik heb het volledig onder controle. Ja, ze komen wel steeds dichterbij, maar als ik een kleine stap achteruit zet, is dat weer op. Lijkt dat weer opgelost. Ik weet ook niet waar die mensen naar staan te staan. Waarschijnlijk bij coiffuren. Coiffuren maakt waarschijnlijk enorme indruk. Ja. Mensen willen dan toch een kraantje van meepikken. U wilt wat vragen? Ja, ik moet wat vragen. Moet? Moet het twijfelen? Nee, moet. Ik weet niet. U moet wat vragen. Ja. U doet alles niet uit vrije wil. Nee. U bent een soort slachtofferrol, heb je gekomen. Nee. Vertel. En elke keer als ik hier kom. Maar we zitten te twijfelen om in het park te eten of in Bosrijk. Wat zou u doen? Ja, verwacht u van mij dat ik daar een zinnig antwoord op geef? U bent onpartijdig. Ja, daarom ik ga ook helemaal geen antwoord. U bent aan twee vlog in het park zult gaan eten of in Bosrijk. Ja, Bosrijk. Nou, ja, ik weet niet hoe groot de honger is, maar als u grote honger heeft, zou ik gelijk in het park gaan lopen. Dus zo'n stuk lopen dan. Dat is waar. Hoe meer je loopt, hoe meer honger je krijgt. Wat zegt u? Hoe meer je loopt, hoe meer honger je krijgt. Ja. Als u dat niet erg vindt, dan kunt u beter in Bosrijk. Wat een rare vraag eigenlijk. Ik weet het ook niet. Ik ga slechts over het eten van zijn majesteit. Daar heb ik mijn handen al vol aan. Dan moet u weer niet gaan lastigvallen. Met waar u allemaal zo nodig wel of niet. U kunt ook gewoon thuis gaan eten. Kunnen we niet, maar het kan natuurlijk perfect. Hoe heet het? Banket. Laat maar. Ga wel weg. Het antwoord lag reeds in de vraag besloten. Ja. Nee, dat is inderdaad niet mogelijk. Een koninklijk buffet namelijk is slechts voor hen die van koninklijke bloeden zijn. Daarom is het ook zo verdraaid vervelend dat Pardoes, die ik herhaal, die niet van koninklijke bloeden is. Nu herhaal ik het, die niet van koninklijke bloeden is. Pardoes is niet van koninklijke bloeden, dus waarom hij plaatsneemt op de tafel notabene, is mij iedere keer opnieuw een immens raadsel. Dat gezegd hebbende... Met Jeroen. Oké. Okay. Hallo? U staat nu al midden in mijn relaas. Een enorm prachtig relaas. Staat u daar gewoon de telefoon? Ja, sorry, ik ben even met OJ Puntel aan het praten nu. Nee, u staat met iemand anders te praten. Ik was met u allen aan het praten en u neemt ineens heel onbeleefd de telefoon op. U noemt nog een of andere naam die mij vagelijk bekend voorkomt. En dan ook, u heeft opgehangen. Ja. Heel fijn. Ja. Zo hoort het ook. Ja. Onbeleefd, hè? Maar Erik, ga jij ook mee eten dan in Bosrijk? U gaat in Bosrijk eten. Dus u gaat in Bosrijk eten. Nee, maar als wij daar gaan eten, eet Erik niet. Eet ook mee? Nee, niet. Niet? Nee. Nou, dan hoeft u toch ook niet tegen hem te zeggen dat u in Bosrijk gaat eten. Nee, dat vraag ik aan hem. Gaat Erik dan ook mee naar Bosrijk? Vermoeiend. Ik richt mij meer tot mensen van iets meer klasse en statuur. Bedankt.